Ik ben Lisette en ik studeer communicatiewetenschappen aan Wageningen University. Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik een groepsmedeopdracht heb gedaan. Het sprak me heel erg aan dat er toegepast hierin zat, dus dat het toegepast is op de life sciences. En daardoor was meteen duidelijk dat ik deze studie wilde gaan doen. De overgang van de middelbare school naar de universiteit vond ik al meevallen, omdat je heel erg wordt geholpen door je docenten en door je medestudenten. Ook vond ik de vakken nu veel leuker. Op de middelbare school had ik vakken die ik dan toch wat minder vond en waar ik dan minder goed mijn best voor deed. En nu heb ik echt vakken die ik gewoon super leuk vind en die me echt aanspreken. Ook heb ik het vak analyse van het probleemveld gehad. Waarschijnlijk heb je het wel in het nieuws gehoord, de aardbeving in Groningen. De NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, heeft hierbij geboord naar aardolie. En daardoor ontstonden er aardbevingen. Nou, de schadevergoeding die mensen konden krijgen, daar hebben wij een onderzoek naar gedaan. Of mensen daar tevreden mee waren, of dat ze juist zoiets hadden van nou, het gaat helemaal fout. En toen zijn we gewoon met ons groepje naar Groningen gegaan en hebben dit onderzocht door middel van enquêtes en interviews. Ja, nou, dat maakt communicatiewetenschappen gewoon een hele leuke studie, omdat theorie en praktijk gecombineerd worden.